Vandaag treden wij buiten onze kaders, namelijk normaal gaan we altijd naar fantasy festivals. Dit keer naar Nichicon, een animecon. Ja, ik weet er echt helemaal niks van. Maar... Ja, behalve wat ik weet, is dat je hentai in kan spreken. En voor de mensen die niet weten wat hentai is, dat is getekende porno. Kijk, en daarvoor, ja, dan wil ik wel komen. Ja. Toch? En ik denk namelijk, ja, dat gaan wij natuurlijk inspreken. En ik denk dat ik dat veel beter kan dan jij. Nou, dat denk ik niet. Ik denk wel dat ik dat veel beter kan dan jij. Nou, ik weet het wel. Nou, ik denk dat ik wel meerdere dingen beter kan dan jij. Ja, nou, toevallig zijn er hier heel veel spelletjes. Oh. Gaan we... Ja. Ja? Wat is dan? Nou Erik, dit is de DDR, oftewel de Dance Dance Revolution. En, ik ga je uitdagen. Ik maak je kapot, het is aan! Het is aan! Ja, wat, ja. Nee, ik stond op het nee, recht. Nee, bla, 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 bla. Ik heb gewoon is gewonnen. Is echt zo. Ik heb gewoon gewonnen. Fuck. Next challenge. Volgende. Oké, eindelijk iets dat ik wel kan, namelijk Nintendo spelen. Nou, vroeger al heel veel gedaan. Deze, ik denk dat je het zwaar gaat krijgen, Perry. Ik denk het ook. Nou, hop. A is gas geven en B is doorkaften. Goed zo. Fucker. Fucker. Gas. Nee. Ook hierin is die beter. Fuck mee. Ik dacht echt van nou, dit gaat hem helemaal worden. Ik denk dit gaat hem worden, maar ik denk dat je zo kan leppen hoor. Moet ik even op je wachten anders? Nee. Oké. Nou, ik ben nu al in wel 3. En ik denk dat het ongeveer nog 10 seconden duurt voordat jij er bent. Ja. Wacht maar. Wacht maar, zeg. Waarop? Op stof? Oh, lap 4 zit er ook nog in. Dat wist ik niet. Shit. Laten! Dag! Ik dacht 3 rondes, joh, de benen. Ja, helaas. Rematch, best of 3. Dat is lekker voor je. Best of 3. Nee. Eentje doen we er. Je bent kapot. Ik heb gewonnen. Fucking gewonnen. Nee, het is klaar. Oh. Nee. Je weet het, omdat je het niet meer gaat halen dan, hè? Best of 3. Ja, zeg het maar. Ik zeg niks meer. Doodziek. Doodziek. Nou, volgens mij heb jij het ook al best wel vaak gespeeld vroeger. Ik heb het vroeger best wel vaak gespeeld. Ja. En het mooie is, kijk, daarnet verloor ik omdat ik naar het verkeerde beeldje keek. Maar dit waren eerlijke kansen. Wat denk jij? Nou, toen net alle beeldjes waren precies hetzelfde. Dus dat was gewoon gelijk op. Nee, dat is echt niet waar. Dat is echt wel nee, waar. Nee, dat is weer... Als ik... Nee. Dan gaan we zo kijken. Maar op naar de volgende, zou ik zeggen. We gaan manga tekenen. Ik sta hier bij de manga school. Ik sta met Noël, Kim en Esther. En die gaan ons een opdracht geven, want wij gaan elkaar uitdagen in tekenen. Weet jullie een opdracht voor ons?
Die weten nou, wij. Ja. Jullie moeten elkaar gaan tekenen in manga-style. Met hoofd en lichaam. Met hoofd en lichaam. Nou, lekker dan. Ik teken ongeveer net zo goed als een kind van 3. Dus nou, wat ik in 1 minuut ga bereiden, we zien het wel. Cool. Ja. It's on. 2, 1, nu. Fuck. Ik geef je wel even wat extra mooie punten hoor, Perry. Ja? Zo'n anime hipheid ding. Dat is ziek, hè? Bakken ze er ook wel iets van? Nou, ze zijn aardig bij, toch? Nou, ik denk niet dat het hele lichaam erop gaat. Nee, maar dat denk ik ook niet. Hij is klein, maar niet zo, hè? Nou, dat is ongeveer 1 minuut voorbij nou. Ja, ja, dan plak je gewoon een papiertje vast. Innovatief! Een nieuw papiertje nodig voor zijn broek. Ja, ik geef het nou al op. Zie ik het weer lekker uit. Echt? Kijk nou, hoe kan ik er niet tegenop, man? Geef je op? Ja. Hij geeft gewoon op. Gewoon fuck, ik verlies hem met Mario Kart, bla bla bla. Hij geeft gewoon op. Echt opgeven, dat is echt het zwakste wat je kan doen. Maar ik heb je wel een mooie kinderarm gegeven. Is dat een kinderarm? Is meer sporenband. Ja. Nou. Boom. Hier, wil je hem hebben? Ja, had ik verwacht, heb ik ingecalculeerd. Van je koelkast. Ik houd op de rest. Ja? Jij gaat de hentai winnen? Jij mag deze houden, voor jouw koelkast. Ja, dat is goed. Dankjewel. Oké, chop. Succes, jongen. Doe je voorzichtig met me? Ja, zal ik zeggen. Oké! Wij kijken daar! Hey. Je bent zo groot! Wat doe je met me? Mijn tepels worden hard! Ja, die is pas groter dan de vorige, mevrouwtje. Kom even omhoog! Ja, zo kan ik je een beetje zien. Ja. Ik word steeds natter! Oh, hoor ik stop, daar mijn moeder? Stop! Oh, wacht! SMS nu 7878 voor meer! Zo, meisje! Hey, ik heb mijn kontje lekker geschoren voor je, voel je het? Is lekker, hè? Ja! Steek een vinger in mijn hol! Kom op dan! Nou, kom maar hier, dan meisje! Ik ben je moeder niet! Oh, kruis die beentjes maar omheen. Ik knijp me fijn. Ik ben beter dan je moeder, hè? Oh, hé, daar komen je tepeltjes tevoorschijn. Oh ja, oh, wacht. Dat mocht eens tijd worden. Wacht, als ik zo door blijf bewegen, kijk, dan kunnen ze zo bouncen. En dan kan ik reclame doen voor melk in die koeien. Ja. Vet leuk, hè? Dat is vet handig. Oh, wacht eens even. Milkshake. Kukkeboe. Je moet me domineren! Ja, maar dat wil niet meewerken! Nee, hou het nou gewoon werken! Stop een slet! Dat moet je doen! Ja, nee, niet zoenen! Huh? Lieve mama, als je dit ooit terugziet, sorry. Ja, we gaan een natuurlijke applausen. Applaus voor Erik. Applaus voor mij! Ja, ja, gefeliciteerd. Nou, ik had allemaal vette dingen ingepland voor vandaag. Ook om Perry mee te verslaan. Het wilde niet. Het kwam er gewoon niet uit. Mokerslaan. Ja. Het is gewoon een beetje jammer. Ja. Ja, verder wil ik zeggen, Nishi komt nu ten einde voor ons. Het viel me heel erg mee, want ik dacht eerst ook weer Houtje Touwtje Festival, een paar mensen in een beursgebouw. Nee, het was gewoon echt professioneel goed. Ja. Vond je ook niet? Ja, het was erg leuk. Ja. Nou, gefeliciteerd jongen. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ai, op de tijd. Dan.